Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden boven Nederland liggen en boven de Noordzee zien we opklaringen. Met een zuidwesten-tot-westenwind komen die opklaringen in het land op. Dat betekent dus dat vanuit het westen vanochtend de zon gaat doorbreken. In de oostelijke helft valt nog een enkel buitje, maar ook daar overheerst wel het droge weer. Vanmiddag zien we dan nog steeds meer plaatsen de zon doorbreken, maar het westen krijgt de meeste zonneschijn. In het oosten hangen de meeste wolken. Nog zeer lokaal valt er een bui, op de meeste plaatsen is het droog. Temperaturen liggen rond 10 graden. Vanavond brede opklaringen, temperatuur daalt dan naar een graad of 6 à 7. En in de loop van de nacht neemt dan de bewolking weer toe. En dat is de opmaat voor een grijze, natte donderdag. De zon heeft weinig ruimte en er zijn perioden met regen. Temperaturen gaan wel weer behoorlijk omhoog, naar zo'n 10 à 11 graden. In de loop van de middag wordt het even wat droger. In de avond gaat het opnieuw regenen vanuit het westen. Vrijdag en zaterdag vallen er enkele buien, maar schijnt ook van tijd tot tijd de zon. Temperaturen blijven hoog voor de tijd van het jaar, met maximaal van 8 tot 10 graden. Zondag valt er misschien nog een bui, maar op de meeste plaatsen verloopt de dag droog. En ook dan schijnt van tijd tot tijd de zon. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.